Welkom in het Rembrandthuis. Dit is de etskamer. Ik ga iets vertellen over de verschillende technieken die Rembrandt gebruikte voor zijn grafisch werk. In zijn leven was hij beroemder voor zijn etsen dan voor zijn schilderijen. Ik laat iets zien van de verschillende gereedschappen waar hij mee werkte. En ik ga ook een prent afdrukken. Een van die technieken is de graveertechniek. En daarvoor heb je een burijn nodig. Een burijn heeft een scherpe V-vormige punt. Als het ware guts je het koper uit de plaat. Uiteindelijk blijft er een fijne, gladde lijn achter. Dit is een gravure, gemaakt door Anton Wieriks, een Vlaamse meester. En helemaal dus met een burijn gemaakt. Het is heel precies gedaan, heel gedetailleerd en heel gecontroleerd. De tweede techniek is de droge naaldtechniek en daarvoor heb je een zware naald nodig. Door te krassen direct in de plaat, zet je lijnen, je maakt een groef, tegelijkertijd duw je dat koper opzij waardoor de bramen ontstaan. Dat zijn scherpe metalen randjes. Misschien ook goed te zien. Ik zal het verschil laten zien in effect. De middelste lijnen zijn gemaakt met de burijn. Dat is een fijne, scherpe lijn aan beide uiteinden. En de onderste lijnen die zijn gemaakt met de droge naald. Dat is een hele fluwelige, zachte, expressieve lijn. En de derde techniek, dat is de etstechniek. Om een etsplaat te maken, zoals hier. Een koperplaat met groefjes erin. Daarvoor wordt een koperplaat afgedekt met een waslaag, met een etsgrond. Dat is een mix van was, bijenwas, hars, van een dennenboom, hars, en bitume. En dat gemixt, dat maakt de etsgrond. Het volgende, je hebt een etsnaald nodig om in die etsgrond te gaan tekenen. Ik hoef nu niet in de platenkrassen, maar ik haal alleen maar iets weg van de etsgrond. Zodat het koperwit voorschijn komt. Het is eigenlijk vrij gemakkelijk, want ik kan nu eigenlijk de tekening, de lijnen zetten die ik wil, zonder weerstand te hebben van het materiaal. Als die tekening klaar is, wordt die plaat in een zuurbad gelegd. Dat zuur is agressief, dat bijt in het koper. Waar dat waslaagje zit, is beschermd. Na een tijdje wordt de plaat uit het zuur gehaald. Die tekening is uitgebeten, zit als het ware in die plaat. Die waslaag wordt er van afgehaald en dan is de etsplaat klaar. En dit is een etsplaat. Dus de lijnen zijn uitgeëtst in het koper. Wat bijzonder is, Rembrandt gebruikte deze drie verschillende technieken vaak in één plaat, zoals hij heeft gedaan bij de drie bomen. Hier heeft hij bijna alles met de etstechniek, bijna alle lijnen zijn met de etstechniek gebruikt. Op een paar lijnen na, voor die hele diagonale, strakke lijnen aan de linkerkant, heeft hij de burijn gebruikt. En de droge naald in de schaduwpartij van de bomen. Met de burijn kan je ongeveer 200 afdrukken maken, omdat de lijnen wat dieper zijn. Met de etstechniek ongeveer 100 afdrukken. Maar met de droge naald maar 15. Dat is zeer gelimiteerd. Je kan de plaat weer bewerken, lijnen extra erbij zetten en dan kan je er ongeveer 40 afdrukken maken. Ik ga een prent afdrukken. De plaat is verwarmd. Daardoor gaat de inkt wat makkelijker in de groeven zitten. Ik ga nu ininkten. Ik breng hem over de hele plaat aan.
Hij is nu ingeïnkt. Nu ga ik de meeste inkt er weer van afhalen. Dit is Tarlatan. Dat is zo'n linnengaas. Nu ga ik de meeste inkt van de plaat afwrijven. Dat moet ik heel voorzichtig doen. En heel langzaam zie ik al de tekening die erin zit. En als laatste ga ik de plaat afslaan. Dit is krijt. Ik doe wat krijt aan mijn hand. Dan ga ik langzaam en rustig de plaat afslaan. Dat is eigenlijk om alle inktresten van de plaat af te halen. De plaat is nu klaar om af te drukken, maar soms liet Rembrandt expres iets van de inkt achter op de plaat. En dat is de plaattoon. Dat is heel goed te zien in deze prent. In de drie bomen. In de wolkenpartij heeft hij expres iets van die inkt achter op de plaat gelaten. Waardoor het heel erg dramatisch wordt. Het geeft heel veel sfeer. Ik ga de plaat nu afdrukken. Ik leg hem op de pers. Het papier is een beetje ingevocht, waardoor het is wat vochtig gemaakt, waardoor het papier wat soepeler is. Ik leg hem op de plaat. En ik ga hem afdrukken. Nu is zichtbaar de moed, dat is de afdruk van de plaat in het papier. Dat wil zeggen dat het een echte ets is, dat die echt gedrukt is. En dit is eigenlijk het moment, hè? Dit is het portret dat Rembrandt maakte in 1639. 33 jaar oud en hij was aan de top van zijn roem. Het is hetzelfde jaar toen hij dit huis kocht. Rembrandt was niet altijd tevreden. Dan veranderde hij iets aan de plaat door lijnen weg te halen of erbij te zetten. Weg te halen, dat kan je met een schraapstaal. Het is een scherp instrument. Daar kan je lijnen mee weghalen, schrapen als het ware. Dan heb je een bruineer nodig om te polijsten. De plaat wordt op zijn kop gelegd. Met een hamertje wordt hij vlak geslagen, zodat hij perfect glad is. En dan vlak is en dan daarna kunnen er weer lijnen ingezet worden. Een goed voorbeeld van de verschillende staten is Christus aan het volk voorgeleid. Alleen in de droge naald uitgevoerd. Op dat moment, in die tijd, was het nog nooit eerder voorgekomen een prent alleen in de droge naald uitgevoerd. Dit is de vijfde staat van 8 staten. Dus 8 veranderingen, 8 staten. In de vijfde staat gaat het volk kiezen wie wordt er vrijgelaten, Barabbas of Christus. In de laatste staat zien we een groot verschil. Rembrandt heeft al die mensen heeft hij weggehaald, daarvoor in de plaats heeft hij die donkere bogen gezet en maakt hij het als het ware eigenlijk wat zwaarder. Hij heeft eigenlijk gefocust op de hoofdfiguren. Pilatus, Barabbas en Christus. We weten allemaal dat Christus gekruisigd wordt. Dus in die laatste staat heeft hij eigenlijk alleen de sfeer wat dramatischer gemaakt. Dus hetzelfde verhaal op een ander moment.
ook voor collectioneurs was het heel interessant om al die verschillende staten te collectioneren. In Rembrandts tijd was Rembrandt beroemder voor zijn etsen dan voor zijn schilderijen, maar zelfs vandaag de dag is hij een grote inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.